Welkom bij de videopodcast Gastheer van het Landschap. Gastheer van het Landschap is een programma van de provincie Flevoland, Visit Flevoland en IVN. Met het programma proberen we ondernemers uit de omgeving te betrekken bij het Nationaal Park Nieuwland. En de bedoeling is dat we met die ondernemers veel meer mensen in aanraking kunnen brengen met al het mooiste wat het Nationaal Park te bieden heeft. We willen de komende jaren nog veel meer ondernemers betrekken bij dit programma. Dus als je ideeën hebt, wil je aansluiten? Nou, graag. We wensen je veel plezier met deze podcast. Visit Flevoland videopodcast. Gastheer van het landschap. Ik sta hier met Iris Alevi, communicatieadviseur bij de provincie Flevoland. En een van haar projecten is Gastheer van het landschap. Iris, Gastheer van het landschap, wat houdt dat project precies in? Nou ja, het is Gastheer van het Landschap en dan echt specifiek voor Nationaal Park Nieuwland. Het jongste Nationaal Park van Nederland. En als gastheer daarvan word je in principe ambassadeur van het mooie Nationaal Park Nieuwland dat wij hier in Flevoland hebben. Dan gaat het om recreatieondernemers uit, vooral op dit moment Almere en Lelystad. Die leren over het Nationaal Park, over de geschiedenis van dit park, maar ook vooral de ontstaansgeschiedenis, de natuur. Wat kun je hier beleven? Wat voor activiteiten zijn er? De partners van het Nationaal Park leer je kennen. En je gaat ook zelf op excursie, dus je mag het ook zelf ervaren en beleven. Waardoor je nog beter dat verhaal kan doen aan je eigen gasten. En jullie hebben het hele programma afgelopen jaar al een keer gedaan. Dat klopt, de eerste editie is nu net afgerond. Er volgt nog een veldexcursie in het voorjaar, in april, onder leiding van boswachter Hans-Erik Kuipers van Staatsbosbeheer. Maar de eerste editie is afgerond en dat betekent dat we al ruim 20 recreatieondernemers uit Almere en Lelystad hebben kunnen onderdompelen in ons mooie nationale park. En zij hebben dus zelf geleerd hoe dit gebied eruit ziet, wat je er kan doen. Maar zij hebben ook geleerd wat de karakteristieke verhaallijnen zijn van dit nationaal park. Dat het een vogelparadijs is bijvoorbeeld, of dat het vooral bestaat uit wetlands. En zij leren dan door middel van storytelling hoe zij een verhaal kunnen vertellen vanuit hun eigen onderneming wat gelinkt is aan het Nationaal Park. En dat helpt hem weer in een verhaal richting hun gasten. Want hoe ziet dat programma er precies uit? Ik neem aan dat je dat niet allemaal op één dag kan doen. Nee, dat klopt. Het zijn 4 bijeenkomsten van echt meerdere, van een dagdeel ongeveer. En daarin komen de ondernemers samen op een locatie in het Nationaal Park. Dat kan een bezoekerscentrum zijn, maar dat kan ook dat ze met z'n allen naar de Markerwadden gaan bijvoorbeeld. En dan gaan ze dus in het gebied zelf leren over het gebied. Er komen mensen van het Flevolandschap, Staatsbosbeheer of natuurmonumenten langs die vertellen over hun eigen gebied. Maar ook andere partners van het Nationaal Park die vertellen over de geschiedenis van het gebied bijvoorbeeld. Of over hoe we de marketing van dit gebied willen gaan inzetten. Dus zo krijgen ze steeds meer kennis, maar ze leren ook van elkaar. Dus het is ook een stukje netwerken met elkaar. En uiteindelijk willen we ook dat ze samen nog meer ideeën bedenken om arrangementen te ontwikkelen die passen bij het Nationaal Park. Of producten die ontwikkelen die we kunnen inzetten of aanbieden in de markt. Ja. En zijn er al resultaten? Ik bedoel, zijn er al samenwerkingen ontstaan in nieuwe producten? De eerste resultaten zijn er al en daar word ik ook heel erg blij van. Dus er zijn echt al wat ondernemers die heel concreet hebben wat ze kunnen aanbieden aan gasten. En sommigen doen dat ook al wel, maar willen dat meer onder de vlag van het Nationaal Park gaan doen. Eén concreet voorbeeld is Rip Experience. En dat is een bedrijf wat met een hele stoere boot bijvoorbeeld naar de Markerwadden vaart. En dat is een avontuurlijke beleving. Maar tijdens die beleving krijgen ook gasten echt het verhaal mee van hoe die Markerwadden zijn ontstaan. Dat het onderdeel is van het Nationaal Park. En zo'n soort beleving past heel erg bij het Nationaal Park. En die eerste ontwikkelingen zijn er dus al en sommige zijn dus al heel concreet. Visit Flevoland videopodcast. Nou, jullie hebben het nu 1 keer gedaan, maar het was een groot succes. Wat is de toekomst van het project? Nou, we gaan gewoon nog een keer een editie organiseren. We zien dat er veel animo is, dus we gaan ook nog weer een programma zoals de afgelopen editie organiseren voor maximaal 25 ondernemers uit de regio. Waarin we dus weer met meerdere dagdelen achter elkaar, ook met een veldexcursie, het gebied ingaan en ondernemers onderling elkaar kunnen leren kennen. En uiteindelijk de toekomstplannen is vooral dat we met deze ondernemers een groter en gevarieerd, maar vooral ook avontuurlijk aanbod kunnen creëren van arrangementen en producten die heel erg bij het Nationaal Park passen. Ja. En daarmee zijn ze ambassadeurs van ons Nationaal Park, maar daarmee wordt een beleving in het Nationaal Park nog completer. En wat voor soort ondernemers kunnen zich aanmelden voor de volgende editie?
eigenlijk recreatieondernemers, horeca, B&B's, boten, bijvoorbeeld rederijen. Het zijn van allerlei soorten ondernemingen, het liefst een mix van alles, zodat ze elkaar kunnen versterken. En wanneer vindt de volgende editie plaats? De volgende editie die start 1 maart. Dus ben je een recreatieondernemer en je denkt, ik wil net dat beetje meer kunnen aanbieden aan mijn gasten. En ik heb echt een link met het Nationaal Park Nieuwland. Meld je dan aan voor 1 maart. Visit Flevoland Videopodcast. Mark, jij hebt meegedaan aan de eerste editie eigenlijk hè, van Gastheer van het Landschap. Kun je er iets over vertellen? Aan de ene kant al die leuke mensen die we ontmoet hebben van andere collega-ondernemers. Maar ook ontzettend veel geleerd van het landschap. Allemaal dingetjes die ik ook nog niet wist. Dat is echt gaaf. En wat voor soort ondernemers hebben er allemaal meegedaan? Ja, van een campinghouder tot aan iemand die evenementen doet, als grote boten heeft. Ja, dat was echt leuk. Ja. En wat heb je er allemaal van geleerd van die verschillende ondernemers? Ik heb geleerd, nogmaals, in eerste instantie veel van het landschap. Van gebieden waar ik echt ook nog niet eens gehoord had, terwijl ik hier zelf al 25 jaar woon in Flevoland. En aan de andere kant eigenlijk wat hier allemaal te doen is. Het maken van eigen wijnen. Ik wist dat niet. Echt gaaf. Ja, want de RIP experience, hè? Want hoe kunnen we dat zien in relatie tot Nationaal Park Nieuwland? Nou, ik organiseer met de RIP experiences over het watergedeelte van het Nieuwland. Veelal naar de Markerwadden toe. Waar ik dan eigenlijk echt een experience aanbied. Waar ik ook veel vertel over het gebied, zeg maar, waar ik dan door overheen vaar en waar naartoe vaar natuurlijk. En met name de ontstaansgeschiedenis natuurlijk van de Markerwadden. Dat is super interessant om dat te vertellen aan gasten aan boord. Ja, en naar aanleiding van het hele traject, zijn er al samenwerkingen ontstaan? Ben je al met producten bezig of arrangementen met anderen? We zijn met de ontwikkeling bezig van een paar mooie producten. Zeker in combinatie met een hotel, in combinatie met een nachtje overnachten en dan een experience naar de Markerwadden. Ik ben bezig met een stukje natuur- en lepelaarsplassen, wat we misschien kunnen gaan oppakken. En natuurlijk ja, ook wel de Floriade. En als je nou andere ondernemers zou moeten vertellen van, goh, doe mee. Waarom moet je dat doen? Waarom moeten ze meedoen? Nou, je moet het gewoon doen, maar het is leuk om daar mee te doen voor je eigen bedrijf. Te kijken waar je samenwerking in kan doen. Maar als ik dan terugkijk op het hele programma. Ja, dan is het uiteindelijk zo'n inspiratiebron om allemaal nieuwe dingen te ontwikkelen waar je anders niet aan toekomt of niet over nadenkt of gewoon niet in je opkomt. En daarmee kun je ook gewoon, wat leuk, waarom combineer ik nu niet een RIP experience met een eigen gemaakt wijntje uit Flevoland? Ik noem maar iets, zou ik nooit opgekomen zijn. Nou, dankjewel Mark voor dit interview. Graag gedaan. Nou, wil je nou ook net als Mark iets extra's doen voor je gasten? Ja, meld je dan aan voor de volgende editie. En dat kan via nationaalparknieuwland.nl/gastheer. Visit Flevoland Videopodcast.